voor elke dag de iftar. En daarna hebben we ook geld gestuurd voor 83 meisjes voor nieuwe kleding en ook nieuwe schoenen voor hun, alhamdulillah. Dus daar is het geld gegaan en dat geld is verstuurd via Haji Irshad Basnu. Die heeft dat voor ons daar naartoe gestuurd. We hebben de kwitanties allemaal gekregen. We hebben foto's gekregen. We hebben bewijzen gehad. Als er mensen zijn die dat willen inzien, u weet, we zijn altijd transparant. Wij vinden het belangrijk dat jullie weten waar jullie geld naartoe gaat. Dan kunt u naar ons toe komen, kunnen wij u de foto's, kwitanties, etc. ook laten zien. Of u kunt ook naar de personen gaan die ik net heb genoemd. Inshallah. Dus dat is even in het kort de gelden die we hebben verzameld vanuit de jamaat en die naar de behoeftigen zijn verstuurd, alhamdulillah. En ook vorige week, vrijdag, Juma collecte, is er €595 gecollecteerd. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala u allemaal ook daarvoor rijkelijk belonen. En ik denk ook dat dit wekelijks bekend gemaakt moet worden, inshallah, de collecte. En ook natuurlijk wat ik eerder heb aangegeven is dat als er inzage moet zijn vanuit mensen die dat graag willen weten in de administratie, etc. U bent van harte welkom. Alles is open en transparant. De jamaat is voor u en ons met z'n allen.